Jij hebt een boek geschreven over het Westen, zeg maar. Hoe het Westen was. Heet het? Ja. Ik zou het heel erg leuk vinden om een paar vragen te stellen naar aanleiding van wat je geschreven hebt. Maar dan misschien, God even aan de hand van een fragment wat ik eerst zal voorlezen. Het begin. Het was stil die ochtend in het Wilde Westen. Nou, mooie zin. Maar dan. In de verte vloot een trein. In de nabijgelegen canyon maakten de coyotes een spektakel van belang. Dan denk ik van... Is het dan nog stil? Of... Nou, het is in feite zo dat die trein symbool is voor wat ik vertel. Dus het is, je neemt nu een gedeelte eruit, maar de hele vertelling is een metafoor voor hoe ik in mijn jeugd ben kortgehouden. Die trein is de vlucht. Nee, goed, ga even. Ik rolde nog een sigaret en warmde een blikje kidney beans op boven mijn kamfer. Dan denk ik dan, kidney beans, is daar geen mooi Nederlands woord voor, splitterten? Nee, had je dat niet... Ja, er is natuurlijk wel een Nederlands woord voor, maar juist binnen die metafoor nee, is de kidney beans. En dat je dan doorgaat. Ik vind het verder heel erg mooi geschreven. Vooral het beginbeeld is heel bijzonder. Ik voelde me behoorlijk kut. Moet kunnen. Ja. De herinnering aan de amper 15-jarige Sioux-Indiaanse, waarmee ik één lange liefdesnachts van als pioniershuifkarren in een karavaan aan één geregen hoogtepunten had beleefd, verwarmde als een nog nasmeulende goudkoorts mijn tot op het bot verkleumde lichaam. Nou. Jippie. Ik voelde nog haar kussen die als op drift geraakte gieren hete cirkels beschreven tussen de stoppels van mijn baard en het zout op mijn huid. Nou, Leentje, buurspelen, ben je ook niet vies van. Zout op mijn huid. Dat hebben we toch al vaker gezien of in ieder geval gehoord. Ja, ja. Nou ja, gewoon. Het is juist het zout wat staat voor het zout in het leven, ja, wat ik dan nooit gehad heb. Ik voelde nog haar gespierde door de Indiaanse wol geverfde benen om mijn nek. Ik proefde weer het bloed op mijn lippen, daar waar deze jongste dochter van in de verte met bisons bespikkelde prairie. Ja. Is al vaker gedaan, hè? Anthony Trollope, wat heb je die kent in de 19e eeuw, die heeft er toch heel erg al een beetje dat soort beelden erin gebracht. Heb je een beetje daar ook... Nee, die ken ik niet. Oh, nee. In de verte met bisons besprikkelde prairie in haar overgave hele stukken uitgebeten had als hyena's uit het karkas van een hopeloos verdwaald stuk slachtvee. Moet, ja, kan. Maar waar was zij nu, godverdomme? Oei. Ja. Tegen de inmiddels als een rood gloeiend merkijzer tot bovenaan de horizon gestegen zon riep ik vertwijfeld haar naam, Rullemus. Ja, en dan ga ik even dus iets verderop wat je dan geschreven hebt. Ja. Namelijk dat je dan zegt, je hebt op dat moment over galopperende paarden die van de canyon af naar beneden komen. Terwijl je een paar bladzijden eerder, dat is nogal een dik werk, een paar bladzijden eerder toch heel duidelijk gezegd hebt dat die canyon nogal steil afliep. Ja. Dus volgens mij kan dat dan niet, hè? Dat ze galopperen. Kijk, als een paard galoppeert, dat is zo, hè? Let op. Dat is... Dan zou ik dus zeggen, in draf... Ja. Ja, misschien heb je... Ja, het galopperen zelf van die paarden, dat... Dat ze zo naar beneden komen, of... Nou ja, het gaat om... Het had beter gekund. Om wat een paard zeg maar gewoon, dat het beter had gekund. Nou, het had ook beter. Of dat ik gelijk heb, zeg dat gewoon maar. Je hebt gelijk. Ja. Hoe is het? Nou, het was wel erg hard deze keer. Maar, nou, nee hoor. Ik breek nooit wat.
is heel spannend. Ik vond het weer enig. Ik vind het elke keer weer leuk.